Nou, ik vind in de eerste plaats ontzettend leuk dat ik mee mag openen met deze Rainbow Week, Rainbow Dagen. Waarom het belangrijk is voor het onderwijs heeft vooral te maken met het feit dat er nog steeds verschil gemaakt wordt. Bij Saxion besteden ze daar aandacht aan en nemen ze allerlei maatregelen. Natuurlijk vooral om onderwijspersoneel daarop te wijzen, om de discussie aan te gaan. Niet alleen bij Saxion, dat gebeurt ook bij het ROC en dat gebeurt ook bij de Universiteit Twente. Everybody should feel happy. Om eerlijk te zijn ben ik er trots op dat wij elk jaar hier echt uitgebreid aandacht aan besteden. En nou, ik mag dan ook iets komen zeggen, dat vind ik een grote eer. Maar de collega's en de studenten die het organiseren, die actief zijn, nou echt petje af. Ja, alle studenten en medewerkers, als je hier werkt of studeert, dan moet je je thuis voelen, op je gemak voelen. Onafhankelijk van wie je bent, wat je achtergrond is, iedereen moet zich thuis voelen. Ja, voor mij is het een enorme toffe school met heel goed onderwijs, waar ik wat dat betreft echt mezelf kan zijn. Binnen Saxion voel ik mij zeker thuis en merk ik ook dat we vanuit dat emancipatieoogpunt, dat wij enorm veel mooie initiatieven hebben binnen de Regenboogweek, wat we vanuit Saxion kunnen aanpakken, kunnen aangrijpen en laten zien. Ja, ik heb de transitie voordat ik bij Saxion kwam doorgemaakt, dus ik kwam hier al als vrouw binnen en op die manier ook volledig geaccepteerd in wie ik ben en wat ik doe. Het feit dat je gewoon jezelf mag en kunt zijn, is een prima werkomgeving. En dat maak je wel eens anders mee. En het is ook hoe opener je zelf bent, des te meer acceptatie je zelf ook krijgt. Dus wat kunnen wij nog doen om het te verbeteren, hè? Diversiteit en inclusie? Nou, ik denk allereerst activiteiten zoals dit, wat we hier organiseren, dat is belangrijk. Want daarmee maak je zichtbaar wat het belang is dat je eraan geeft. Ik denk dus meer van dit soort activiteiten, maar ik weet ook dat er nog wat stappen te zetten zijn.